Welkom bij de examentraining afweer. En de afweer kun je in een schema zetten. En dat begint met de aspecifieke afweer, dus werkzaam tegen grote groepen ziekteverwekkers. En dan heb je de eerste lijn en die zorgt ervoor dat ziekteverwekkers je lichaam niet binnenkomen. Dat gebeurt met de huid, dat gebeurt met slijmvliezen die micro-organismen invangen. En dat gebeurt met de afscheiding, ogen, maag, vaginale afscheiding, die er allemaal voor zorgen, ook de huid, de talgklieren, die ervoor zorgen dat micro-organismen daar niet kunnen leven. Maar soms is die eerste lijn niet voldoende en komen ziekteverwekkers je lichaam binnen, dan krijg je te maken met de tweede lijn. Let op, die is nog steeds aspecifiek. Antimicrobiële eiwitten, zoals het complementsysteem. Dat zijn eiwitten die grote groepen helpen opruimen. Grote groepen van ziekteverwekkers. De ontstekingsreactie die ervoor zorgt dat macrofagen, witte bloedcellen, worden aangetrokken. Dat de temperatuur omhoog gaat, dat de doorbloeding toeneemt. Fagocyten, die als ze niet bij een ontsteking afkomen, zijn ze ook in andere plekken in het lichaam aan het werk. Ook aspecifiek. En je ziet in het midden hier de macrofagen zitten, een voorbeeld van fagocyten. Dan heb je nog necrokillercellen, die cellen die aangetast zijn door een ziekteverwekker opruimen, die ze laten klappen. Allemaal aspecifiek, dus werkbaar tegen grote groepen van ziekteverwekkers. Dan komen we bij de specifieke afweer, de derde lijn. En die is in twee gedeeltes te verdelen, in de cellulaire afweer. En die is dus werkzaam tegen ziekteverwekkers die in cellen zitten, virussen dus. En je ziet hier een macrofaag en die macrofaag die fagociteert een antigeen. En dat kan een virus zijn, het kan ook een bacterie zijn. Wat hij doet, hij heeft een eiwit, een MHC2-eiwit en dat koppelt aan het antigeen. En die presenteert hij. Dat zie je hier gebeuren. Die brengt hij aan de buitenkant als een soort label dat hij iets heeft opgenomen wat van een ziekteverwekker is. Een pre-helper T-cel die komt hier aan en die bindt aan die macrofaag. Hier zie je de macrofaag rechts. B-lymfocyten kunnen dat ook doen. Die presenteren met het MHC2-eiwit, het rode driehoekje, het antigeen. Die helper T-cel heeft een receptor die precies op dat antigeen past, specifiek dus, en heeft een CD4-eiwit, het groene haakje, wat daar ook precies op moet passen, dat er dus voor zorgt dat die reactie alleen plaatsvindt, wanneer dat juiste antigeen op de juiste manier gepresenteerd wordt, zodat je niet je eigen lichaamcellen gaat aanvallen. Als die helper T-cel geactiveerd is, dan gaat hij ervoor zorgen dat er meer helper T-cellen gemaakt worden. En dat er T-helper geheugencellen gemaakt worden voor als je een volgende keer die ziekte zou krijgen. Dat is niet het enige wat kan gebeuren, want een antigeen kan ook door een andere cel opgenomen worden. Wanneer het antigeen daarbinnen is, wordt die ook gepresenteerd, maar dan met een MHC1-eiwit. En een pre-cytotoxische T-cel gaat zich daarmee binden. En rechts zie je de geïnfecteerde cel. Die presenteert ook het antigeen. Ook zo'n oranje-rood driehoekje. En die cytotoxische T-cel heeft een ander haakje, een CD8-eiwit, om te koppelen. En daarmee wordt die geactiveerd. En die zorgt ervoor dat er T-geheugencellen en cytotoxische T-cellen gemaakt worden. Dus hiermee wordt ook het immuunsysteem geactiveerd. Dit was cellulair. Dan hebben we ook nog humoraal. En humor betekent vocht en dat betekent dat het werkzaam is in het bloed, in lymfe en in weefselvloeistof. Daar vind je dus de ziekteverwekkers. Hier zie je een B-cel die bindt aan een antigeen en wordt daarmee een antigeen presenterende cel, een APC. Er ontstaat weer een complex, en hier met de helper T-cel. En die zorgt voor de activering van die B-cel,
Dus die antigeen-presenterende B-cel wordt geactiveerd door binding aan de helper T-cel. En dat zorgt voor twee dingen. Er ontstaan plasmacellen, cellen die in korte tijd een heleboel antistoffen maken en die antistoffen aan het bloed of het plasma afgeven. En geheugencellen die ervoor zorgen dat je een volgende keer immuun bent. Hier zie je de twee bladzijden uit BINA's naast elkaar en je ziet de centrale rol die de T-helpercellen daarbij spelen. En dit is dus het overzicht met A-specifiek en specifiek. Het verschil: A-specifiek werkt tegen een hele grote groep ziekteverwekkers, maar je wordt er niet immuun van. En specifiek is precies andersom. Het is nog mogelijk om een andere verdeling te maken als het gaat over immuniteit. Je kan actief geïmmuniseerd worden, dat is boven de streep, en passief, dat is onder de streep. Dan kun je nog een verdeling maken tussen natuurlijk links en kunstmatig rechts. Wanneer je besmet raakt met verkoudheid en je krijgt de ziekte en je wordt weer beter, dan ben je actief geïmmuniseerd op een natuurlijke manier. Natuurlijk actief. Je lichaam heeft het zelf antistoffen gemaakt. Actief. En het is natuurlijk, want er is geen opzet geweest. Wanneer je een injectie tegen de griep gaat halen, of tegen het HPV, dan word je actief geïmmuniseerd. Je krijgt delen van de ziekteverwekker binnen, maar je lichaam gaat er zelf antistoffen tegen maken. Actief, maar kunstmatig. Passieve immunisatie betekent dat je antistoffen toegediend krijgt. Een serum dus. In dit geval krijg je die met moedermelk mee. Dus is het natuurlijk, maar het is passieve immunisatie. Je raakt dus niet immuun. Het is alleen maar kortwerkend. En wanneer je door een slang gebeten wordt, dan moet je zo snel mogelijk antistoffen hebben. En krijg je een serum ingespoten. Dus ook passief, antistoffen, maar kunstmatig. Het AB0 bloedsysteem. Dit is een rode bloedcel en dit is een rode bloedcel van het type A. Dus die heeft het antigeen A op het celmembraan zitten. Als je bloedgroep A hebt, dan heb je antistof B. Je hebt dus de antistof tegen de antigenen die je zelf niet hebt. Omgekeerd is het bij B. Je hebt antigeen B. En je hebt antistof A. Anders is het wanneer je bloedgroep AB hebt, dan heb je namelijk alle twee de antigenen, maar je hebt dan geen antistoffen. Anders zou je eigen bloedcellen aangevallen worden. Als je bloedgroep 0 hebt, dan heb je geen antigenen, maar je hebt wel alle twee de antistoffen, antistof A en antistof B. En dat betekent dat je bij een bloedtransfusie met het volgende rekening moet houden. Dan krijg je zo'n schema. Je ziet dat bloedgroep 0 aan iedereen bloed kan geven en bloedgroep AB van iedereen kan krijgen. Bloedgroep A kan van zichzelf en van 0 krijgen, B van zichzelf en van 0. En bloedgroep 0 kan alleen van bloedgroep 0 bloed krijgen. Een ander verhaal is de rhesusfactor. Je kunt die rhesusfactor hebben. Dan ben je rhesus positief, je hebt dan het antigeen op het celmembraan van de rode bloedcellen zitten. Nou, daar zit een ingewikkeld kantje aan. Wanneer een rhesus positieve vrouw een kind krijgt van een rhesus positieve man, is er 50% dat het kind ook rhesus positief is. De eerste zwangerschap is dat geen probleem, maar aan het einde van de zwangerschap, bij de bevalling, treedt er bloedcontact op en komt het bloed van de vrouw in contact met het bloed van de foetus en gaat in een normaal geval de vrouw antistoffen maken, dus antirhesus, tegen de rhesus positieve bloed van de foetus. Zij wordt daarmee immuun. Dus een volgende zwangerschap betekent dat de antistoffen, en dat moeten dus IgG antistoffen zijn, want ze kunnen blijkbaar door de placenta heen terechtkomen in de foetus, dus in het bloed van de foetus. En daar gaan zij ervoor zorgen dat het bloed gaat klonteren. En dat de foetus bloedarmoede krijgt. Om dat te voorkomen,
krijgt een rhesus negatieve vrouw, wanneer zij bevalt van een rhesus positief kind, onmiddellijk na de bevalling antirhesus ingespoten. En dat is dus een passieve immunisatie. En op dat moment, voordat het immuunsysteem van de vrouw in werking treedt, zijn die rode bloedcellen opgeruimd. En de tweede zwangerschap is voor die vrouw dus hetzelfde als de eerste. En dat was het einde van de examentraining over afweer. Veel succes met studeren!